Waarschijnlijk de honderdduizendste zijn die het zegt, maar het ziet er zo makkelijk uit. Ja, zo is het voor onze feiten nu ook wel, maar het heeft heel een jaartje geduurd voordat we die allemaal goed onder de knie hadden. Wat maakt het moeilijk? Nou, op de eerste plaats de baan die behoorlijk technisch is natuurlijk. Ja, je hebt heel veel verschillende aspecten. Je begint met de heuvel, waar je normaal gesproken in een wedstrijd met 8 man tegelijk naar beneden gaat. Ja, dan heb je een hele hoop bulten, bochten en dan heb je tegenstanders tegelijk in de baan zitten. Ja, dat maakt BMX toch wel heel gecompliceerd, zullen we maar zeggen. Ja, want we hebben het er stiekem al een beetje over gehad, maar denk je dat ik het kan? Ja, ik denk dat we jou wel de startheuvel af kunnen laten gaan. Want even voor mijn informatie, hoe hoog is dat ding? Die is ongeveer 8 meter hoog. Ja, dat is een huis met 4 verdiepingen. Precies. Ja. Dat is pittig. Hoe gaan we het dan aanpakken? Kort? Jij fietst dadelijk eerst even een paar keer gewoon op de weg daarachter op en neer om even een beetje fietsgevoel te krijgen. Ik kan je even nog kleine tips geven tegelijkertijd. Verder beginnen we even rustig op de baan met de kleinere bultjes op het laatste stuk eventueel. En ik zie dan wel snel genoeg of jij een beetje fietscontrole hebt en controle met de rem. Want dat is natuurlijk wel belangrijk als jij de heuvel naar beneden gaat. En dan... dan gaan we vervolgens gewoon de startheuvel op als het allemaal goed gaat. Ja, lijkt me cool. Eén klein dingetje nog. Jij komt net aan een heel revalidatietraject. Hoe blessuregevoelig is het? Als het fout gaat, is het heel blessuregevoelig. Kijk, wij gaan, vooral wij dan natuurlijk, wij gaan met zo'n 55 tot 60 km per uur over de baan heen. Je kunt je voorstellen, als je dan een keer onderuit gaat, dan gaat het goed fout. Dan zijn de gevolgen meestal botbreuken of hele flinke kneuzingen, dat soort dingen. Dus. Laten we dat maar vermijden. Maar ik ga toch op een slakkengangetje naar beneden. Nou, die kant hem op. Nou, ik ben er klaar voor, denk ik. Is dit... dat is sportief genoeg. Sportief genoeg zelfs, ja, kijk eens. Precies. Helmpie? Helmpje. Een coach helm, dus hou me heel. Oh, jezus. Bijna te klein. Dik kop en dat. Dankjewel, Sander. Nou, laten we het gaan doen. Ja. Ga jij maar voor. Nou, gewoon lekker fietsen. Voel die fiets gewoon. Ah, gaat goed komen. Ja? Ja, precies. Kijk, dat had je dus. En dat moet je dadelijk niet hebben. Nee. Je moet daar proberen om zo te remmen dat je niet slipt. Dan kunnen we dadelijk even het laatste gedeelte van de baan doen met de kleinere bultjes. Om even een beetje gevoel voor bulten te krijgen. En dan daarna gaan we de heuvel op. Oh man, dat is daarboven, hè? Ja, dat is inderdaad daarboven. Nou, laten we eerst nog maar even dit vriendelijke stukje asfalt proberen. Dan zak je door je arm heen, dus op deze manier, dat je laag op je fiets gaat zitten. Je benen gaan, je knieën gaan krom. En zodra je de bult afgaat, dan strek je het weer uit. Dus dan duw je je fiets naar voren. Dat maakt, dat creëert snelheid uiteindelijk. Goed. Ja, netjes hoor. Blijf je nou? Kom op! We kunnen nou een grotere bult pakken. Dan gaan we op de eerste bult staan.
En dan fietsen we eventjes de eerste paar grote bulten op het eerste gedeelte van de baan. Ja? Hey, en dat is best hoog? Ja, deze bulten zijn inderdaad een stukje groter. Dat komt gewoon omdat hier de snelheid het hoogst ligt op de baan. En ja, als we hier meteen onderaan de start even kleine bultjes neerleggen, dan breken wij ook onze nek. Let's try it. Oh god, ja. Gewoon een paar trappen zetten, gaat vanzelf. Ja? Ja, goed vasthouden. Ja, trappen, trappen. Zullen we dat maar gewoon gaan doen? Ja, ik zeg die trappen omhoog en even knallen. Ik wil wel even een beetje sensatie zien natuurlijk. Nee, het is zonder gekheid, dat gaat gewoon goed komen. We gaan het toch proberen. Lekker rustig. Dat gaan we doen. Ja? Zeker. Oké. Zo. We zijn er. Dit is waar je het allemaal voor doet, hè? Hey, praktijk, wat nu? Nou, we gaan nou gewoon eventjes rustig een stukje nog naar beneden lopen terwijl we op de fiets zitten. Dus je gaat gewoon op zadel zitten. Je loopt rustig naar beneden, houdt je rem in. Dan lopen we tot de eerste grote sticker daar. Daar gaan we helemaal stilstaan. Want lager dan daar kunnen we gewoon niet stil gaan staan. Dus ja, tot hier ongeveer. Ja, en nou is het een kwestie van je voet op de pedaal zetten. Ja, en jezelf naar beneden laten gaan met de rem in. Ik kan het de eerste keer voordoen. Ja, doe toch maar even één keertje voor. Nou, ik zeg, ik heb deze voet erop staan, ik zet mijn andere nou erbij. Hop, achterop hangen. That's it. Moet ik terugkomen of lukt het? Nee. Ik moet het ook gewoon gaan doen, toch? Ja, nee, dat klopt. Woe. Kom op. Juist, hop, achterop. Remmen, 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 remmen. Ja, netjes, netjes, heel goed. Hey. You've done it. Fuck. Oké, dat was minder. Iets minder eng dan ik dacht. Nou, ik heb de kleine hobbeltjes goed gedaan. Ik heb de grote hobbeltjes goed gedaan. En ik ben heel hard naar beneden gekomen. Ja, dus ik vind mezelf uitermate stoer, dat begrijp je. Ja. En nu zegt mijn hoogmoedswaan dat ik ook wel van jou kan winnen. Ha. Nou ja, je moet zeker positief blijven. Maar ik zou zeggen, kom maar met mij mee naar boven en doen we even een wedstrijdje met Tartek erbij. Zeker. Toppie. Ik stond volgens mij nog met mijn pedalen te kloten boven, toen was jij al dit voorbij. Ik vind het vooral stoer wat we gedaan hebben vandaag. Ja, ik ook zeker. Petje af voor jou dat je als leek zijnde gewoon een 8 meter hoge startbult naar beneden bent gefietst. Er zijn maar weinig mensen die dat buiten de BMX kunnen zeggen. Dus ja, ik hoop dat het voor jou een leuke ervaring is geweest om het een keer mee te maken. Krijg ik nu ook een sticker of niet? Nou, ik heb hem niet, maar spreekwoordelijk sticker hier op je rechterbord.